We blijven even bij de krijgsmacht met iets anders. Ja, specifiek bij de marine. Want GroenLinks-Kamerlid Tom van den Nieuwenhuizen die komt met een plan. Hij wil dat de fregatten die binnenkort bij de marine gaan varen, dat die worden vernoemd naar stoere vrouwen bij Defensie. Of vrouwen die in ieder geval iets hebben betekend. Hij heeft ook al een aantal suggesties. Allereerst is dat Francine de Zeeuw, moet ik zeggen. Ja, hier zien we haar. Zij is de eerste vrouwelijke militair in de Nederlandse krijgsmacht. En overigens is 2 jaar geleden al geopperd door VVD-Kamerlid André Bosman om een marineschip naar haar te vernoemen. Maar toen paste het niet binnen de traditie van de krijgsmacht. Nou, nu dus een nieuwe poging. Ook verzetsheldin Jos Gemmeke, die wordt genoemd. Zij kreeg als enige vrouw naast koningin Wilhelmina de militaire Willemsorde voor haar verzetshelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, van de Nieuwenhuizen die komt vandaag in dat debat dus met dat voorstel om in ieder geval ook wat vrouwen daar de namen naar te vernoemen van de boten. Hij zegt, ze zijn twee heel bijzondere vrouwen. Zij speelden een rol bij de start van de emancipatie van Defensie. En ze moeten worden geëerd. Ik wil u niet een bepaalde kant op drukken, maar dit kunt u toch alleen maar steunen? Ik vind het supergoed. Ik vind het echt een mooi idee. Mijn dochter is 16. Ze wil heel graag bij Defensie. Zij volgt allemaal van die webinars. En ik denk dat dat ook voor haar nog een extra inspiratie is als die fregatten naar echt dappere vrouwen uit Defensie, uit het Defensieverleden worden genoemd. Ja, echt, maar het is eigenlijk belachelijk dat het nog niet zo is nu. In die zin, het is wel een beetje verklaarbaar, omdat in het verleden natuurlijk bijna alleen mannen in het leger zaten. Volgens mij het percentage vrouwen bij Defensie. Nee, dus ik zeg alleen, dus het is op zich best logisch als je natuurlijk namen noemt dat er nu nog veel mannen bij zitten. Maar dat is juist een reden om nu wel ook het voorbeeld van hele stoere, dappere vrouwen naar voren te halen. Zou het kunnen helpen? Jawel. Why not? En ik begrijp zelfs dat toch ook vrouwen nu ook in de onderzeeboten meegaan enzovoort. Dus wat dat betreft is er geen probleem meer op dat punt. Nee, nou dat wordt dan ook hoog tijd ook, zou je zeggen.